Dan hoop ik dat dit pakje mij ook iets gunt. Reshiram, Xerneas, weer Rocket Zapdos. Waarom krijg ik allemaal dubbele kaarten vandaag? En Flying Pikachu VMAX. Dit is natuurlijk wel een hele leuke kaart. Maar ook die heb ik al. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe video waarin ik weer Pokémon kaarten uitpak. En vandaag wordt weer speciaal, want ik heb niet één, maar twee. Ik moet uit deze serie nog 15 kaarten en dan heb ik de set compleet. Kijk even naar dit doosje. Superleuk. Wat zit er dan in? Nou, in ieder geval 3 promokaarten. Een Light Toxtricity kaart? Die zit daar lekker muziek te maken voor Audacious. Oh, best wel vet kaart dit. Ik hou ervan. Hij heeft ook een beetje zo'n oude stijl. Het is echt van dat hele oude geel, zeg maar, op de achtergrond. En deze Hydreigon is ook wel lekker, hoor. Een Hydreigon Sea kaart. En ik vind Hydreigon eigenlijk wel een van de leukere Dragon-type Pokémon. En de derde promokaart die erin zit, oh, is deze Mimikyu met een gouden randje. Ja, jullie weten dat ik Mimikyu ook super vet vind. Ik heb een Shiny Mimikyu in Pokémon Sword and Shield. En dat is echt een basie. Oh, kijk, dit is een Delta Species kaart natuurlijk. Ja, dat is waar ook. Cool. Voor de rest zitten er toffe stickervellen in met stickers die je overal op kan plakken. Een tekenblokkie en een mappie waarin je kaarten kan bewaren. Oh, en ook nog een blaadje met uitleg over de promokaarten en een muntje. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de pakjes, de Celebrations pakjes. Er zitten er 6 van in 1 doos. Dus we hebben nu 12 Celebrations pakjes. En in de ene Treasure Chest kreeg ik Vivid Voltage pakjes en in de andere Treasure Chest kreeg ik Battle Styles pakjes. Genoeg gepraat. We gaan op zoek naar die Shiny Mew, want die heb ik nog niet. Wil je dat ik die vind? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan begin ik met het eerste pakje. Ja, Shiny Mew is wel echt de kaart die ik nog wil hebben. Maar wat zullen we vinden in het eerste pakje? We beginnen vandaag met een Palkia. Daarna hebben wij Cosmoem, Dialga en het laatste kaartje is Surfing Pikachu. Ja, dit blijft een leuk kaartje. Ja, maar die hebben we al in de vorige video's gepoeld. Hier is weer eens een codekaartje voor jullie. En dan gaan we kijken naar pakje nummer 2. Een Xerneas, daarna Lugia, daarna Dialga en daarna Lunala. Dit is wel echt een poeppakje. Daar heb je helemaal niks aan. Snel door naar het derde pakje. In het derde pakje beginnen we met Cosmog, daarna Reshiram, daarna, hier komt Team Rocket. Helaas heb ik die al, maar wel een fijn kaartje. En als laatst hebben we de normale Mew. Hey, maar we willen die leuke blauwe Mew. Die gold card blauwe Mew. Dan nu, Cosmog, Kyogre, kom op met die goede pools, jongens. Xerneas en Zacian V. Het zijn ook niet hele zeldzame kaartjes in deze serie. We moeten eigenlijk de eerste echt goede pool nog krijgen. Misschien brengt het weer geluk als ik jullie de codekaart geef. Oh, daar beginnen we met Ho-Oh, Zekrom, Kyogre en Professor's Research. Die hebben we ook allemaal al. Oh, dit zijn nog niet echt hele goede boxen. Ik denk gewoon dat de eerste doos heel slecht is. En dan is de tweede Treasure Chest heel goed. Let's go, Zekrom. Dit is dan het laatste pakje uit de eerste box. Cosmoem is de tweede. Dan weer hier komt Team Rocket. Nou, en als laatste hebben we dan Lunala. Nee. Het zijn natuurlijk wel allemaal stuk voor stuk hele vette kaarten. Maar in de vorige video's hebben we die allemaal al gepoeld. En het zijn ook niet echt kaarten die je kan ruilen. Want iedereen heeft deze kaarten natuurlijk al. Ho-Oh. Reshiram. Rockets Zapdos is natuurlijk wel een hele goede pool. Maar ook die hebben we al eerder gepakt. En als laatste weer Professor's Research. Maar oké. Deze gaat wel even in een slip. Want dit is gewoon wel een goede kaart. Rocket Zapdos. Maar tot nu toe zou ik zeggen, koop deze Treasure Chest niet. Alsjeblieft jongens, codekaartje voor jullie. Dan hebben we hier Palkia, Yveltal, Imposter Professor ook. Wel een lekker kaartje, maar ook die hebben we gewoon al. Ah, we hebben niet heel veel geluk. En Zamazenta V. We krijgen wel van die kaarten die je zou willen hebben. Zoals Here Comes Team Rocket en Imposter ook. Maar ja, precies die hebben we al. Oké, jongens, dan wordt dit een mooi pakje. Als je dat wil, doe het duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet niet te abonneren. Dan gaat dit hem worden. Ik voel het. Dialga, Kyogre, Yveltal, Surfing Pikachu. Die we ook al hebben in deze video. We krijgen allemaal dubbele. En we hebben nog maar 3 pakjes uit de Celebration serie. Kom op. Geef me 1 goede kaart. Geef gewoon die Shiny Mew, jongens. Gewoon die Shiny Mew. Kom op. Palkia, Cosmoem en... Nee. Nog 2 pakjes te gaan. Ik gun jullie die codekaart. Dan hoop ik dat dit pakje mij ook iets gunt. Reshiram, Xerneas, weer Rocket Zapdos. Waarom krijg ik allemaal dubbele kaarten vandaag? En Flying Pikachu VMAX. Dit is natuurlijk wel een hele leuke kaart. Maar ook die heb ik al. Ik heb straks zoveel kaarten om te ruilen, joh. Het laatste pakje uit de Celebration serie. Let's go. Yveltal, Cosmog, geef me 1 kaart die ik nog niet heb. Groudon, en als laatste... Ik heb alles al. Oh, wat is dit jammer. Nou ja, dan moeten we de goede pools maar even uit Battle Styles en Vivid Voltage halen. Ik begin.
Met battle styles. Met een Karkul. Het is wel een basis Pokémon. Kijk hem razen dan over die weg daar. Ja, ik vind dit wel een hele leuke evolutielijn. Hoor. Met de Colossal ook erachteraan. I like deze Pokémon. Die vind ik echt cool. Een Experience Share. Een Rapid Strike Energy. Houndour. Ook een leuke Pokémon. Let's go. Scatterbucky. Een Frillish. Een Silicobra. Een Glammeow. Aparte art wel. De Reverse is een Tooljammer. En als laatst... Fellings. Als dit zo doorgaat... Dan is deze video vet balen. Codekaartje voor jullie. Let's go. We beginnen met Electric Energy. Dan één Spoopa. We hebben hier Buffalant. Lelijke Bruxish. Een Galarian Mr. Mimekey. Spoinky. Mawile. Dit vind ik wel een heel tof kaartje trouwens. Je ziet hem hier staan. En dit is die grote armklauw van Mawile. Ja, dit is wel een vette kaart. Dan gaan we door met Cacnea. Een Corphish. Een Indeedee Reverse. En als laatst... Ik ga die naam niet eens uitspreken. Ik ben niet meer blij. Wat is dit nou allemaal voor stomme kaartjes? Nou, ik heb wel Rocket Zapdos gepoeld, hè. Dus dat is wel leuk. Oké, okay, Charmeleon. Pinchurchin. Dan hier de Telescopic Sight. Een Wilmertje. Dit is trouwens nu natuurlijk Vivid Voltage. Daar krijgen we een Weedle. Beldumpy. Fanfy. Duskull. Een Grablock Reverse. En als laatste Shedinja. Dit wel een toffe art is. Maar ook natuurlijk niet wat we willen. Maar misschien hebben we het beste bewaard. Voor het allerlaatste pakje. Ik gun jullie de codekaart. Hopelijk gunnen ze mij dan ook een leuk kaartje. Kom op, Fighting Energy. We hebben hier een Trumbeak. We hebben een Hitmontop. Een Kurchester Bath. Een Pinecchio. Een Mudbray. Een Poichiena. Een Charmander. Chatot. De Reverse is Metagross. En als laatst hebben we dan toch nog een Galarian Darmanitan V-kaart. We hebben tenminste één nieuwe V-kaart, jongens. Let's go. Oh. Ja, dat dan weer wel. Maar op basis van deze video zou ik zeggen, koop deze treasure chest niet. Tenzij je cadeautjes die erin zitten leuk vindt. Maar qua pools viel het in ieder geval bij mij heel erg tegen. De Elite Trainerboxen zijn bij mij veel beter. Dus ik zou zeggen, ga lekker voor de Elite Trainerboxen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij hopelijk de volgende betere Pokémon video. Mazzel!